Ah, fuck, schat, ik moet hangen, want Nando heeft beet. Oké, dankjewel. Oh jongens, dit is echt, dit is geweldig. Vandaag maak ik nog een blijken. Lekker broodje, Black Angus beef, burger. Hey jongens, zo, ik ben even buiten adem. En hij liep gewoon af, fantastisch. Dus, Bob zit daar, hier overheen, weer de vis te drillen. Echt ongelooflijk. Het einde van de coronacrisis is in zicht, gelukkig. Grenzen zijn weer open, dus het is tijd om weer richting Frankrijk te gaan. We hadden deze trip al eerder gepland, maar uiteraard door de corona is deze niet doorgegaan, helaas. We hadden toen heel veel zin in, maar het ging gewoon niet. Alle spullen, of al mijn spullen, heb ik al ingepakt. Daar liggen dus al achterin. En ik ben nu onderweg naar de one and only Nando. We gaan bij hem even zijn spullen inpakken. En dan nog even een paar uurtjes tukken. En dan gaan we richting het Mekka. Wacht even hoor. Hey. En daar is die hoor. The one and only. Kijk even naar mijn opgeruimde schuur. Waar het allemaal begint hier, hè? Opgeruimd? Nee. Ben je er klaar voor? Nee, ik ben ook de helft nog kwijt. Denk ik. Hey, nieuwe tasje aangeschaft. Hey. Spul ik, hè? Nee, het staat echt overal nog. Daar, binnen, in de schuur. Dus even alles verzamelen. En daar gaan we gas geven. Sowieso. Auto inpakken en nog een paar uurtjes tukken. En dan is het tijd, hè? Zo jongens, busje vol. Dus alles lekker ingepakt. Dus nog een paar uurtjes tukken. En dan, wat gaat het gebeuren? Yes, 3 uur gaan we wegrijden ongeveer, als het een beetje lukt. Ja. Eerste watertje op 4 uur, dus we gaan onze slaap nog een beetje pakken. Hoop ik. Maar ja, we zitten vol adrenaline natuurlijk. Ik heb er zin in. Sowieso. Check jullie later. Zo, een goedemorgen. We hebben een deel van de rit hebben jullie bespaard. We zijn vanochtend rond een uurtje of 3:15 zijn we weggereden. En hoe lang moeten we nou nog? 100 kilometer? Ja, ik denk een uurtje, anderhalf of zo. Nou komen we aan op het eerste water. Dan is het even de vraag of de stek die wij voor ogen hebben bezet is. En als dat zo is, dan rijden we weer door naar een ander water. Maar laten we hopen dat het niet zo is. Bang! Eerste tolweg is een feit. Woep woep. Boys, het is erop of eronder. Minuutje 5 zijn bij het water, als het een beetje mee zit. En dan hoop ik dat het stek vrij is. Anders moeten we een blaf eind verder rijden. En als je ons zo ziet, is het niet helemaal goed. Nee, mijn oogjes houden het al niet zo geweldig, man. Goed, we checken zo in als we er zijn. Yes. Maat. Hoe blij ben jij? Als een kind in de stoepjeswinkel. Met andere woorden, de stek is vrij. Netjes. Even die rotzooi die hier dus in ligt. Ik kan dit niet ook doen, want dan vallen alles eruit. Maar dit moet eruit.
Ja, er zitten verderop nog een Nederlander, die gaat weg. En daarachter zitten wat Fransen, maar die hebben we niet gesproken. Dan gaan we even direct lekker het water op, even de boel verkennen en dan moet het goed komen, denk ik. Zo is het altijd goed komen. Ja, let's go. Hey jongens, we zijn hier even op het water aan het varen. Dit water zijn we al eerder geweest. Toen stond er veel wier en nu staat er helemaal veel wier. Zoveel dat ik nou moet gaan peddelen. Ja, we gaan nou even stekken zoeken. Marcus neerleggen, even voeren. Dan laten we het een uurtje of zo, anderhalf, met rust. Even lekker tentjes opzetten. Misschien even een klein tukje doen, want we zijn allebei best moe. En dan hengeltjes erop en kijken wat het doet. Zo jongens, even met z'n tweeën het water op geweest. De 4 tot 6 stekken eventjes aangevoerd met een kiddush of 10, gemixt met bolies, boekweit en wat tijgernoten. Een paar goede spots kunnen vinden, gelijk eventjes markers erop gedropt. Dus dat moet gewoon vis opleveren. We hebben in ieder geval volle bak vertrouwen in. Nou jongens, we hebben net even, we zijn een paar uurtjes verder nu. Even relaxed, alle spulletjes opgezet. Tentjes opgezet, even de stek met rust gelaten. En lekker wat gegeten is ook wel belangrijk. Want na zo'n nachtje rijden wil het maatje ook wel wat. Dus we gaan even de hengeltjes optuigen. Gang uitvaart. Ik heb een beetje een dipje. Maar... Ja, zo, dat gaat nu al. Ik zit ook al prima zo'n zonnetje eigenlijk. Ja, snap ik. Ja, links van ons zijn Fransen komen zitten. We weten niet of het nou al vissers zijn, ja of nee. Want ze komen met een hele campingtafel en weet ik veel wat buiten zitten. Dus, nou, dus even afwachten. Maar goed, dat zien we vanzelf wel. Het zal wel goed komen. We hebben dus al gevoerd met bolies, tijgenoten en boekweit. Ik ga hier met eigenlijk 3 dezelfde systemen werken, maar 3 net iets anders, 2 tijgernootjes, pop-up. Simpel safety clipje. De volgende is een snowmannetje. In principe hetzelfde systeem. En de laatste is nog een snowmannetje. Dus alle 3 in principe snowman systeem. Ik ga deze proberen op nette schone plekjes te leggen. Want zoals jullie weten staat er aardig wat wier. We hebben toch wel het een en ander aan schone plekken gevonden. Dus ja, ik ga mijn best doen om ze netjes neer te leggen. Ook van anderen natuurlijk. En dan gaan we het zien. Oké jongens, eventjes weer terug. Bob is eventjes de laatste 2 hengels aan het uitvaren nu. Ik weet even de achterkant een beetje kan zien. Ergens. Hier ongeveer. Dus als die in zijn gevaren, dan ligt alles in, spot on. Een paar mooie plekjes. Hij zei wel dat alles al weg was, ze vreten net op de stek. Dus je kan best wel lekker gas geven met voer hier. Maar goed, even gas geven, want het is best wel warm. Dus daar kan ik eventjes chillen. Zo uit het niks jongens, in één keer een volle fluiter. Nou ja, volle fluiter. Een goede aanbeet. Hij zit vol in het wier geboord, dus we gaan met de boot maar even achteraan. Even kijken wat het is. Netjes baas. Helaas jongens, dat hoort er ook bij. Blost. Dus ik kreeg geen contact met de vis. Hij zat volop in de lelies en op een gegeven moment kwam de lijn gewoon helemaal vrij. Dus helaas, hengeltje terug en op naar de volgende. En jongeman, wat eten wij vandaag? Vandaag maakt Nan de Blijker een lekker broodje Black Angus Beef Burgers.
een plastic kaas en chunky barbecue burgersaus. Echt super lekker. En het is al 7 uur, dus het mag onderhand wel. Dadelijk krijg ik de hengels allemaal opnieuw in varen. En dan gaan we de nacht in. En dan gaat het gebeuren. Een dikke bakken van. Check snel. Jongens, Nando is weer even het water op. Die is even zijn stekken aan het bekijken en zijn riets aan het verversen. Op een van zijn stekken was alles weggevreten. Maar we hebben er geen run op gehad, dus we moeten even kijken of we dingen gaan aanpassen. Ik heb op rechts heb ik een volle fluiter gehad natuurlijk. Was op een snowman, maar voor de rest krijg ik eigenlijk geen reactie. Terwijl ik elke keer als ik over de stek heen ga, dan is de bodem helemaal omgeroeld. En het is wel een teken dat alles weg is. Ook elke keer als ik op die stek terugkom, is het voer gewoon weg. Dus ik denk dat ik gewoon overga naar single bowl. Dat is gewoon simpel. Een bolletje. Om even te kijken of dat misschien toch op die manier wel een visje binnen te halen is. Want op deze manier loopt het gewoon niet zoals we willen. Dat is natuurlijk best jammer. De planning was ook om tot maandag hier sowieso te blijven. Maar ja, als het niet los is, dan heeft het ook geen nut om hier te blijven natuurlijk. Dus ik hoop dat het goed is. Goedemorgen jongens. Het gaat eindelijk een beetje de goede kant op. Om 3:30 hadden we de eerste run. Had ik een schupje van 10 tot 12 kilo. Hij had zichzelf echt mega vastgeboord aan het wier. Dus het is best lastig om zelfs vanuit de boot nog om hem omhoog te krijgen. Het goede nieuws is dat Nando nu op het water is om vis nummer 2 te drillen. En hopen dat hij met een mooie vis naar de kant komt trekken. Kijk die jongen gaan. Zo, goedemorgen jongens. Lekker verrot na dit best wel zwaar nachtje. Afgelopen nacht twee mooie vissen kunnen vangen. Twee spiegeltjes. En Bob is weer achter mij. Daar denk ik. Weer bezig met de derde vis. Ik kreeg een snoeiharde run. Gelijk eventjes met de boot erachteraan. Dus laten we hopen dat hij die mooi kan landen. Dat het een goede bak is. Want daar zijn we wel aan toe. Afgelopen nacht de visjes waren denk ik een kilo of 12 tot 15 misschien. Dus iets groter formaat dat is sowieso welkom. Dus zodra dat is, dan checken we er echt weer in. En daar komt hij. Jazeker. Visje nummer 3. Alleen visje nummer 4, die hangt nog aan de lijn. Die zit op de middelste hengel. Nou ja, we hebben maar één boot. En je moet ze echt gaan halen, dat kan niet anders. Ja. En ik denk dat die er nog aan zit. Dus gauw die vis in de sling. En dan gaan we de volgende maar halen. Lekker pik. Dit is de lijp, jongens. Hier, Nando. Die gaat weer achter een vis aan. Alleen die hengel die toen straks afliep. Ja, die ligt hier nog, want we hebben maar één boot en je moet hem echt met de boot halen. Dus schiet maar op. Eén planeet gaat hij ook. Zo. Nando heeft een nieuwe techniek van
peddelen uitgevonden. Is dat maar goed? Nee. Succes, hè? Deze niet verspillen, hè? Nee. Kapje! Eerste schub. Geen idee hoe zwaar het is, maar het was in ieder geval een gevecht van je welste. Ja, eerste schub voor jou. Hoezo? Heb jij een schub? In die sling. Ja? Ja. Is dat een schub? Ja. Uit haar spiegel, joh. Nee. Netjes. Maar ik kan niet wachten om eigenlijk uit het net te halen. En even een bakje koffie en een broodje, want ik ben eventjes leeg. Jongens, dit is de eerste vis van de nacht. De eerste vis voor mij ook. Ik ga even proberen om hem voor jullie op te pakken, want het is nogal een wilde bras. Kilo. Dat is zeker een leuk begin. Op naar de volgende. Oké, jongens. Tijd om mijn eerste visje op de foto en film te zetten. Brute spiegel, heel kort, maar wel volle bak gebouwd. Ik weet niet waar zijn staart een deel is gebleven, maar dat maakt hem wel een soort van speciaal. 16,8 kilo. Als eerste vis is dat sowieso geen verkeerd begin. Hij is een beetje wild doordat hij in de sling heeft gezeten. Maar dit is hem. Echt een heel bruut apparaat. Kwam vanmorgen vroeg in de ochtend. Gelijk eventjes met de boot erachteraan. En het allerleukste is, we hebben er nog twee die willen zitten te wachten. Dus deze gaan we mooi laten zwemmen. En laat die andere nog eventjes zien. Yes! Zo jongens, dit is de tweede voor mij. Op de streep af, 16 kilo. Echt geweldig, schitterende spiegel. Ja, waar kan je nog meer voor vragen joh? Echt geweldig. Yes. Zo jongens, dit is de schub die mij vanmorgen door heel het Lelieveld heeft getrokken. Gek genoeg precies zo zwaar als die spiegel die ik had, 16,8 kilo. Ik ben hier zo blij mee, echt een brute vis. Zoals je ziet wordt gewoon hard werken beloond. Gemiddelde gewicht ligt nu op 15 kilo ongeveer, dus een betere start als dit. Hoef eigenlijk niet te vragen toch? Kijken. Hengels liggen in ieder geval spot on, 6 stuks. Dus de eerstvolgende, die mag weer komen. Lekker jongens. Vis even terugzetten. Als hij een beetje mee wil werken.
diepen in. Die gaat sowieso zijn broer of zus halen die nog veel groter is. Yes. Yo boys, lang even niks van ons gehoord, maar overdag was het ook vrij weinig. Het was weer een warme dag. Overdag geen aanbeter gehad eigenlijk, na de ochtend. We gaan dan lekker tukken, dus ja, hopen dat er vannacht weer een visje komt. Ah. Nou, toch niet. Laten we hopen dat we weer een chaotische nacht krijgen. Welterusten. Mooi jongens, zo. Ik ben er een beetje gaar, zoals je ziet. Het is, laat het. Het is 6:30. We hebben vannacht 2 runs gehad. En momenteel zit Nando weer op het water. Het is dus alleen maar nachtwerk. En dat breekt je best op. Maar goed. Het gaat best oké. Alleen die grote vissen laten er niks van zich horen. Maar ja, de aanhouden wint. Oh, hij doet het al, top. Goedemorgen jongens. Gisteravond nog eventjes een weltrustenberichtje voor jullie, omdat we de hele dag best wel druk bezig waren met het beetje bijkomen van de afgelopen dag, want het was echt hakken en hartstikke weinig slaap. Vanmorgen lekker wakker geworden op het gemakske door alleen de Messi die hier met Defcon naast onze tent stond. Echt super chill. We hebben wel nog 2 visjes kunnen vangen. Die gaan we daar eventjes op de foto zetten. Niet heel gek zwaar. Maar goed, het zijn weer 2 visjes erbij. Dus dat is in ieder geval lekker. En jij Bob? Ik ben ook net wakker. Netjes. Even lekker een broodje ei maken om in ieder geval de dag goed op te starten. En dan zijn we een beetje in duo wat we doen. Gaan we vandaag verkassen of gaan we morgen rijden? Dus zodra we daaruit zijn, tunen we weer in. En dan horen jullie wat we gaan doen. Yes. Goed. Goedemorgen jongens en meisjes. Vanochtend in de vroege ochtend deze wat kleinere spiegel gelukkig mogen landen. Best wel een gevechtje gehad. Ik weet niet wat hij gedaan heeft in zijn staart, maar wel een strijder denk ik uit het verleden. Maar goed, dit was visje nummer 6. Super blij mee. Het is niet helemaal los zoals we hadden verwacht. Overdag sowieso niet. Maar dit zijn toch wel pareltjes die je even kan vangen. Ik ga het terugzetten. Bob heeft er ook nog eentje. Zit nog in de sling. Dus ik ga ook eventjes fotograferen en op de film zetten. En dan kunnen ze lekker zwemmen. Zo jongens, dit is die van mij. Ze worden steeds kleiner lijkt wel, 7,5 kilo. Maar ze zijn nog steeds wel prachtig. Echt een super mooi spiegeltje. Super mooi voor de toekomst denk ik ook. Om een uurtje of 3 gevangen. Dus zeer blij mee. Zo jongens, 11,2 kilo, leuk schipje erbij. Maar hij mag zijn moeder wel eens een keer gaan halen. Gewichten mogen voor mij wel iets omhoog. Maar wel leuk sport zo.
Zal ik eerst mijn pet eens opzetten? Zo, even een kleine update. Nou ja, klein misschien groot. Wat slaat het eigenlijk nergens op, hè? Een update. Hallo? Oh, je bent tegen mij aan het praten. Ja. Maar goed. Kleine update. De vissen die bij ons in de sling hebben gezeten, een paar uurtjes, die scheten allemaal op tijgenhout uit. Tot nu toe zitten we met snowman te vissen, dus met bolies. Maar ik ga toch eens proberen om met tijgenoten op het wier te gaan vissen overdag. Dus kijken of dat nog een visje wil opleveren, want overdag is het echt gewoon zo stil. Op die ene vis na net dan. Maar goed, overdag vangen zal natuurlijk ook wel leuker zijn. Die nachten elke die breekt je toch best op. Maar goed, proberen waard. Yo. Nou, de vis die ik net had, hebben we dus verteld dat we over zouden gaan op tijgenoten. Dat hebben we dus ook gedaan. Door de harde wind hebben we samen even de rig uitgevaren. Toen we terugkwamen stond de swinger van mijn rechterhengel volledig omhoog. Dus Nando is nou even achteraan. Ik weet niet of je hem kan zien. Daar. Dus ben benieuwd. Tune later wel weer in. Later. Zo jongens, het gevoel dat het overdag toch een beetje gaat lopen. Bob had er al eentje en deze die kwam tijdens het uitvaren schijnbaar. Want toen we terugkwamen stond de swinger kaart tegen de Delkinman. Lijkt me de boot erachteraan en deze mooie schub, 12,5 kilo, zat aan de andere kant van de lijn. Super blij mee. Hoop dat er nog een paar overdag mogen volgen. Is toch wel leuk met dit weer, zonnetje, lekker drillen. Dus we gaan deze gauw terugzetten. Er ligt weer veel voer op de stek. Alles ligt weer keihard op de bodem. Dus ik hoop dat de volgende snel zal zijn. Ik ga deze lekker laten zwemmen. Dus, oké. Zo jongens, eventjes snel inschakelen. We wilden even een andere hengel opnieuw inleggen. Toch iets meer vertrouwen te krijgen in waar die nu lag. En hij liep gewoon af. Fantastisch. Dus Bob zit daar, precies bovenin, weer een vis te drillen. Echt ongelooflijk. Hoop dat het een dik is. Zal wel lekker zijn. Dus als we daar iets meer van weten, dan tunen we weer in. Zo, zojuist kregen we echt net een mega regenbui over ons heen. Ik had net mijn vis geland. En toen begon het toch op een tijd te gieten. Oh, regenboog. Netjes. Net kreeg Nando even een flinke run. Die zit daar op het water. Ik kan wel even inzoomen, kijken of jullie het kunnen zien. Nee. Nou goed, kijken wat er bij hem zo meteen uitkomt. Hey jongens, dit was het visje wat ik net voor die ontzettende regen bij had. Het is ondertussen flink donker geworden. Helaas heeft Nando zijn vis door lijnbreuk verspild. Dus goed, alle hengels gaan direct weer op scherp en dan kunnen we rustig de nacht in. We gaan lekker op tijd naar bed. Morgen rond een uurtje of 5:30 zetten we de wekker en dan gaan we weer naar een ander water toe. Dus kijken wat de nacht nog brengt en dan zien we jullie morgenochtend. Laat rusten.
Goedemorgen. Het is 4:15. 'S Nacht hebben we niks meer bijgevangen, dus het is echt tijd om te gaan verkassen. We gaan hengeltjes binnenhalen. Zo, ik moet echt nog wakker worden. Hengels binnenhalen, opruimen en door naar het volgende water. Zie jullie straks. Zo, goedemorgen jongens en meisjes. We gaan weg van het eerste water door naar het volgende. Zeker. Een uurtje of drie is het rijden. Tussendoor denk ik nog even een stopje. Eventjes wat eten. En dan, zodra we bij het volgende water zijn, tunen we weer in. Even kijken hoe het eruit ziet. En sowieso heel veel zin in. Ja, dit water hebben we al gehad. Tweede keer dat we er geweest zijn. Leuk water, op naar het volgende. Dus lekker rijden en we zien jullie over een paar uurtjes weer. Zo jongens, we moeten nog een uurtje of twee rijden. We doen even een autowissel. Of autowissel. Bestuurderwissel en dan gaan we weer door. Hola. Hoi. De chirurg is hier ook gewoon te plaatsen naast ons. Dokter Anders. Kijk, daar is die. It's a day of drive. Let's go. Dit maakt een hoop goed, hè? Zo, de knetter!